de andere smaak van Royal Club en Good Energy is natuurlijk Unlimited Lime with Guarana. Hele spannende naam. Lime vind ik altijd wel, ja, wel prettig. De smaak doet mij volgens mij denken aan een soort van 7-Up Sprite-achtige drank, denk ik dan. En wat Guarana hier aan dan doet, dat, ja, ik heb geen idee. Het lijkt me toch wel een hele spannende smaak. Of je proeft hem, of je proeft hem niet. Als we überhaupt weten hoe een Guarana-vrucht smaakt. Weet u het? Ik in ieder geval niet. Ondanks er toch heel veel in heel veel producten zit, of heel weinig, net wat je hoe je het bekijkt, is het toch lastig te onderscheiden. Nou, wat er wel ook in zit, is natuurlijke cafeïne. En dat is niet zo gek. Dat hebben ze natuurlijk gehad bij de koffiebranders of bij de koffieboeren. Dat wordt ook gedaan met energiedranken. Of dit nou onder de energiedranken valt, weet ik zo net niet. Is ook maar net te betwijfelen. Wat ik in ieder geval kan zeggen, is dat ik er wel wat vrolijker van word. Het is eindelijk iets anders in de categorie van energiedranken. Eventjes andere smaken. Nou, hoe lekker is deze smaak? Ik hoop heel erg. Ik zal hem even inschenken ook weer. Leuk voor het filmpje. Eigenlijk niet nodig, maar ik kan er nu al vertellen. Met deze afstand, ongeveer een maatje 42, misschien 45 afstand, ruik ik hem toch al behoorlijk. En ik zal hem nu ook in de fles ruiken. Ja, het is echt de lime die je ruikt, die echt de overhand heeft. Nou, ik ga nu even proeven. Proost. Zoals u kunt zien, het heeft een kleine lichte tinteling. De drank is, ja, alweer erg prettig. En waar smaakt het nou naar? Ik zei net al, ja, een soort van Sprite, een 7-Up, verwacht ik het. En inderdaad, in die hoek moet je het ongeveer zoeken. Maar toch ook niet. Je kan zeggen, een Sprite en een 7-Up-achtige drank is wat frisser van smaak, wat zuurderiger van smaak, wat, ja, wat krachtiger van smaak. Dit is wat gedempter en wat warmer van smaak. Waarschijnlijk ook door de Guarana die ze erin gedaan hebben. Je kan bijna wel vertellen, als je een lime hebt, een lime met een warm jasje bijvoorbeeld. Dat is een mooie omschrijving. Wat ik ervan kan zeggen, ik ben nog wel een lime fan. Een beetje. Ik vind dit een van de lekkerste tot nu toe van Royal Club Good Energy. En zou dit drankje ook zeker aanbevelen. Als ik het een cijfer zou moeten geven, dan zeg ik toch 7,5. Nou, 7,8. Toch wel. Dit was Glider Jealous met weer een drankentest dit keer. En dit keer was de smaak Unlimited Lime met Guarana van Royal Club Good Energy. Ik dank u voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag, dag.